Goedendag, u kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza.nl. We beginnen met de radarbeelden van het KNMI. Die hebben een meetpunt in de beeld en in Den Helder. En uh, ja, die ziet heel veel regen boven Nederland liggen. In het zuiden regent het de hele ochtend al. Blijft het ook vanmiddag en vanavond grotendeels regenen. En we zien een pluk met neerslag boven de grens met Duitsland liggen. En ook dat trekt langzaam ons land in. Die kant op betekent ook daar een groot deel van het land nat weer straks. Kan flink wat vallen. Nou lijkt het dat het boven Duitsland verder droog is. Daarom zei ik met nadruk dat dit de radar van het KNMI is. De radarbeelden van de Duitse Weerdienst zitten niet in deze kaart. Maar kan u melden dat ook daar nog flink wat regen zit. En ook dat komt allemaal onze kant op. Voorlopig dus een natte boel. We hebben te maken met heel wisselvallig weer, maar ook met verschillende windrichtingen. In het noorden van het land waait de wind uit het noordoosten, in het zuiden van het land en in België waait de wind uit het westen. En uh, als je op de radar wilt op onze website zou kijken, dan zie je dat die buien boven België ook langzaam van west naar oost trekken, terwijl de rest van oost naar west beweegt. dus, zien we ook in de weerkaarten terug. Uh, veel regen boven Nederland, vaak blauwe kleuren. Af en toe zelfs geel, en dat is echt een zware regenval. Het ziet er dus ook morgen ronduit nat uit. Zeer natte dag, 20 tot 40 mm, en op een enkele plek zelfs 60 mm. Het heeft allemaal te maken met die oostelijke stroming, die uh, ja, heel veel wolken en regen aanvoert. Boven Denemarken en het noorden van Duitsland zien we wel brede opklaringen. Die komen langzaam dichterbij, maar ze bereiken donderdag pas ons land. Dan dus ook bij ons beter weer. Nog even in detail hoeveel millimeter regen er misschien wel niet gaat vallen. Dit is het Weerplaza regenmodel. Die komt dus op een enkele plek met 70 millimeter maar liefst. Neem het niet al te letterlijk. Het regengebied kan zomaar wat noordelijker of wat zuidelijker liggen. Maar tientallen millimeters regen gaan er dus vallen tot en met morgenavond. Nou, dan zijn deze kaartjes natuurlijk niet al te spannend meer. Overal regenwolken. Temperaturen vanavond rond 15 à 16 graden. En ook komende nacht blijft het nat. 13 à 14 graden. Vrij zachte nacht voor de tijd van het jaar. En ook morgen overdag alleen maar een grijze wolken ingetekend. Meeste regen in het midden- en noorden van het land. 14 tot 16 graden. In het zuiden is het wat vaker droog. En heel misschien breekt daar een flauw zonnetje door. Daar kan het dan 18 graden worden. Maar voor het hele land de paraplu bij de hand houden en de ruitenwissers aan. Maar zoals al gezegd, het wordt beter weer. Morgen is de laatste zeer wisselvallige dag. Donderdag trekt het regengebied langzaam weg en vooral smiddags is het dan op de meeste plaatsen droog en schijnt weer geregeld de zon. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog en vooral zaterdag is er flink wat zonneschijn. Temperaturen vrijdag en zaterdag tegen of rond 20 graden. En ook zondag grotendeels droog weer en dan misschien heel lokaal een buitje. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.